Ja, de Luizense heeft echt een dramatisch verlies geleden hier in Bergen op Zoom. De partij had 11 zetels in de gemeenteraad en die zakken nu terug naar 6 zetels. Volgens de fractievoorzitter Ton Lins heeft het te maken met een supermarktkwestie in Halster, het dorp wat hier vlakbij Bergen op Zoom ligt. De Luizense wilde daar een paar supermarkten verplaatsen naar een industrieterrein. Nou, dat is heel slecht gevallen in dat dorp en heel veel mensen juist in Halster hebben tegengestemd tegen dat plan van Linsen en hebben daardoor wel gestemd op een andere partij die ook tegen dat plan waren. Ook een lokale partij, Gemeentebelangen Werknemerspartij heet die partij. En die partij is gestegen van 4 naar 6 zetels. Ook D66 doet het erg goed hier in Bergen op Zoom. De partij heeft nu 3 zetels. Maar wat vinden de mensen hier in Bergen op Zoom zelf eigenlijk van die verkiezingsuitslagen? We peilen vanmorgen de meningen op het station hier in Bergen op Zoom. Ik heb een stemje. Mag ik vragen op welke partij? Ja, Linsen. Die heeft toch wel verloren? 1 zeteltje, hè? Heb ik gezien. Ja, jammer. Maar ja, ze hebben weer iets goed te maken in ieder geval. Dus, Heeft u wel al wat meegekregen van de uitslagen? Jawel. En wat vindt u daarvan? Nou, verrassend eigenlijk. Of tenminste verrassend dat er 1 grote verliezer was. En zat er dik in natuurlijk. En wie is volgens u de grote verliezer? De Partij van de Arbeid. Je stemt? Nee, helaas. Ik had geen tijd. Helaas, ik kon niet stemmen. Als u wel was gegaan, op welke partij had u dan uw stem uitgebracht? Waarschijnlijk PvdA of D66, een van die twee. En vooral de lokale hebben het dus goed gedaan, had u dat verwacht? Ja, eigenlijk wel. Het gaat ook om de lokale politiek en niet om het landelijke. Dus eigenlijk wel, ja. Ja, dat waren dus de eerste reacties vanuit Bergen op Zoom. Wat valt er verder, Erik, nog op aan die uitslagen in Bergen op Zoom? Nou ja, wat je in Bergen op Zoom ziet is dat door het verlies van de Luizelinsen de partijen allemaal een beetje in balans zijn gekomen. Luizelinsen nu 6 zetels, andere lokale partijen, Gemeentebelangen, Werknemerspartij ook 6 zetels, VVD 5 zetels. Het ligt allemaal erg dicht bij elkaar en ja, dat maakt de coalitieonderhandelingen straks interessant. En daarover spraken wij met de burgemeester hier, burgemeester Polman. Er zijn allerlei opties mogelijk als je kijkt naar de verkiezingsuitslag. Ik heb eerder al een pleidooi gedaan om te zorgen voor een brede coalitie. Om niet als scherp op de snede de periode in te gaan. Dat is ook van belang, omdat we de komende jaren voor een aantal moeilijke opgaven staan. Er zullen bezuinigingen aankomen. En dan is het goed om te zorgen dat je zo'n breed mogelijk politiek draagvlak hebt. Dus ik hoop dat ze elkaar vasthouden en ook een zo breed mogelijke coalitie samen zullen gaan vormen. Dat zei de burgemeester hier in Bergen op Zoom, Han Polman. Overigens schijnt het zonnetje hier mooi op de markt in Bergen op Zoom. Minder zonnig waren hier de opkomst, was het opkomstpercentage. Dat lag hier op 49,7%. Dat ligt een procentje onder het Brabantse gemiddelde.